Hey, hallo en welkom. Leuk dat je kijkt. In deze video gaan we kijken naar de installatie en het eerste maken van een Flutter-applicatie. En Flutter, wat is het? Eerst even een korte inleiding op wat het precies is, wat het doet, wat je ermee kunt. En dan gaan we kijken naar de installatie en de werkprocedure met Flutter. Ten eerste, wat is het? Nou, dit komt vanaf de Google site. Misschien ken je het al, maar als je het nog niet kent, dan zie je dat hier dat Flutter een Google UI toolkit is for building beautiful natively compiled applications from mobile, web en desktop from a single codebase. Oftewel, je maakt mobiele applicaties met Flutter voor mobiel, voor het web en voor je desktop vanuit een enkele codebasis. En ja, er zit eigenlijk een simpeler plaatje. Je maakt eenmaal je applicatie en die kun je uitrollen naar verschillende platforms. Dat is het idee met Flutter. Hoe doen ze dat? Nou, door een nieuwe programmeertaal te gebruiken. Dart heet die programmeertaal. Die is ook ontwikkeld door Google. Niet speciaal voor Flutter, maar hij wordt er wel in gebruikt. Dus die zul je moeten leren als je Flutter-applicaties wilt maken. Flutter is daarmee een beetje te vergelijken met Xamarin. Maar dat werkt natuurlijk met C-sharp of met React Native. Dat werkt met React-componenten. En Dart en Flutter hebben een beetje hetzelfde doel, zou je kunnen zeggen. Dus je schrijft je applicaties in Dart en vanuit Dart kan je applicatie worden gedistribueerd naar Android, naar iOS en vanuit die platformen kun je ze publiceren op Google Play of in de App Store. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar het kan. Hè? Je kunt ze ook binnen je bedrijf distribueren. Dat is even heel in het kort het doel van Flutter en Dart en waar we in deze video naar gaan kijken. Voordat we verder gaan, even een heel kort woordje van reclame. Even de achtergrond hierbij. Deze video wordt mogelijk gemaakt door StudiMix. StudiMix is een platform. Ik zou je aanbevelen daar eens naar te kijken. Het is een platform voor e-learning, maar dan op een iets andere manier. Op een manier waarmee je meer persoonlijke feedback krijgt. We beginnen in StudiMix met een live kick-off, waarbij je in kleine groepen een bepaalde studie, een bepaald onderwerp gaat aanvangen. Na die kick-off heb je 6 weken in het programma een duidelijke handleiding, duidelijk stappenplan. Een programma van 6 weken zelfstudie met video's, met oefeningen, met boeken enzovoort. Alles wat, hoe dat voor jou uitkomt. En tijdens die 6 weken krijg je regelmatig feedback van je StudiMix coach. Dus het is e-learning, maar je bent niet aan jezelf overgeleverd. Je hoeft het niet helemaal in je eentje te doen. Je wordt daarbij geholpen. Dus kijk eens naar StudiMix. En aan het eind krijg je nog een certificaat, een diploma, als je je eindopdracht goed hebt afgerond. Kijk daar eens naar. Dat was de reclame tot nu toe. We gaan nu verder met het installeren en het maken van Flutter-applicaties. Dit is een video voor beginners, dus als je nog niks weet van Flutter of je hebt nog niks geïnstalleerd, dan is dit een prima startpunt. En dat betekent dat je een aantal dingen zult moeten installeren voordat je aan de slag kunt. Het is anders dan bij webframeworks. Daar kun je online in cloud-omgevingen kun je alvast starten of met een tool kun je iets op je lokale pc installeren. En in Flutter is het wat ingewikkelder, omdat je natuurlijk over verschillende platformen werkt. Ten eerste moet je Git hebben als versiebeheersysteem. Je moet dan de Flutter SDK downloaden en installeren. Je moet het pad aanpassen van je pc, een Windows of een Mac. In beide gevallen moet je het pad aanpassen. Je moet Android Studio downloaden en installeren. En je moet een Android emulator of liever nog een echte device, een telefoon aankoppelen aan je computer om te checken hoe je applicaties het doen. Dus je moet best veel doen, maar dan, als je dat allemaal hebt gedaan, dan kun je je app gaan maken en kun je die testen op je mobiele apparaat. Nou, deze stappen gaan we allemaal doorlopen in deze video. Oké, stel je bent hier op de Flutter homepage en je wilt beginnen. Dan kun je met de Getting Started knop kun je gaan kiezen van hoe moet je de boel installeren. Wij lopen nu precies deze stappen door. Dus ik heb hier een pc die totaal blanco is. Die is niet ingericht op Flutter, er staat nog niks op. In mijn geval is het Windows, maar je ziet dat je Flutter ook kunt gebruiken op andere besturingssystemen. Installatieprocedure is bijna hetzelfde, maar
Het wijkt ietsje af. Wat heb je ten eerste nodig? Git voor Windows. Als je die nog niet hebt, Google dan op download Git. Kom je op deze pagina terecht. Je kunt altijd even checken of je het hebt door een command prompt te openen en zeggen iets als git streepje streepje version. En dan zie je in mijn geval, ja, Git is dan het enige tooltje wat ik al wel heb geïnstalleerd. Dus die is aanwezig. Dat is prima. En dan kan ik door met de volgende stap eigenlijk. En de volgende stap is ofwel het downloaden van de Flutter SDK en uitpakken, ofwel het klonen van de Flutter repository. En er wordt aanbevolen om een map te maken, C source Flutter, om daar alle Flutter bestanden in te zetten. Dus dat is ook het eerste wat ik nou ga doen. Ik ga naar de File Explorer en ga naar mijn desktop PC en maak hier een mapje die ik source noem. Die map is leeg en hierin wordt dan Flutter uiteindelijk geïnstalleerd. Open hier een command prompt en ik kopieer deze opdracht om Flutter te plaatsen. Dus dit is het plaatsen van de Flutter SDK. En hier wordt die gekloond. Kan even duren, het is een vrij grote repository. Hangt natuurlijk af van de snelheid van je computer en van je internetverbinding. Nou, nu is dat gebeurd. Dus dat betekent dat we over kunnen gaan naar de volgende stap. En de volgende stap is het bijwerken van je pad in Windows. Zodanig dat Flutter gevonden kan worden vanuit een andere directory dan Flutter zelf. En het makkelijkste om dat te bereiken is door te zoeken op environment variabelen. Of in het Nederlands is het omgevingsvariabelen. Dat kan gewoon via de startknop. Je kunt dat ook doen via deze computer en dan rechtsklikken, kiezen voor eigenschappen en dan de systeemeigenschappen aanpassen. Maar hier kom ik eigenlijk direct in dit venster en kies dan voor de knop omgevingsvariabelen of environment variables. En hier zie je onder meer het pad staan, wat dan moet worden aangepast. Dat ga ik wijzigen en ik verwijs naar de Flutter directory die we zojuist hebben gemaakt en waarin de SDK staat. Dus ik maak een nieuwe verwijzing. En binnen Flutter verwijs ik naar de bin directory. Want daarin staan de uitvoerbare bestanden en die moeten gevonden kunnen worden. Dus dat is de aanpassing in het pad die je moet maken. Klik een aantal keer op OK, totdat alle vensters gesloten zijn. En als het goed is, kun je nu een nieuwe command prompt, en niet in de bestaande command prompt, echt een nieuwe command prompt openen om het pad opnieuw in te lezen. Kun je iets uitvoeren als Flutter-version. En dan gaat hij de allereerste keer dat je dat doet, gaat hij de SDK uitpakken en downloaden. En dan, dat duurt eventjes, maar uiteindelijk krijg je een melding als deze te zien. En ik heb in dit geval Flutter versie 1.22.2. Nou, bij jou zal waarschijnlijk het versienummer alweer nieuwer zijn, maar dit is de versie die dan op dit moment actueel is. En je ziet ook de versie van Dart die hierin wordt genoemd. Versie 2.10. Dus dit zijn, dit is de info van Flutter. En je ziet, ik heb dit vanuit een andere directory geopend, dus de aanpassing van mijn pad is goed gegaan. En dat betekent dat we over kunnen naar de volgende stap. Het pad is geüpdate. Hier staan nog wat extra aanwijzingen. Oh ja, Flutter Doctor. Flutter Doctor is eigenlijk een command line tool om te inspecteren hoe jouw installatie op dit moment eruit ziet. Dus als je hier in de command line bent en je tikt iets als Flutter Doctor, dan gaat hij checken van, hey, is Android Studio wel aanwezig en hebben we alle benodigde bestanden wel geïnstalleerd. Ook nu, als je dit de eerste keer doet, worden een aantal packages gedownload, uitgepakt. Maar uiteindelijk krijg je dan een overzicht met informatie van jouw PC. Nou, hier is dat gebeurd. En je ziet, hij kan de Android toolchain nog niet vinden en de Android SDK wordt nog niet gevonden. Hè? Dus dat klopt, want die hebben we nog niet geïnstalleerd. Dus dat gaan we nu doen. Android Studio is nog niet geïnstalleerd. Visual Studio Code is er wel. Daar kun je eventueel ook extensies in toevoegen om Flutter applicaties te schrijven. En je ziet, er zijn nog geen connected devices. Dus al deze dingen gaan we nu oplossen. En ja, dan draaien we Flutter Doctor nog een keer en moet het eigenlijk allemaal akkoord zijn. Dus het eerste wat je vervolgens moet gaan doen is de Android setup, Android Studio downloaden en installeren. Ook dat is een gigantisch groot programma, dus het kost even om te downloaden. Maar het is wel nodig.
En ja, eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is op de knop download te klikken. Ja, dat zal niet tot zoveel problemen leiden. Je ziet, hij is bijna 1 gigabyte groot. En nadat de applicatie is gedownload, moeten we hem installeren. Dus dat proces wachten we even af en dan doorlopen we de installatieprocedure. Nou, de download is voltooid. Dat betekent dat we de installatieprocedure kunnen gaan starten. Het is eigenlijk een vrij standaard installatieprocedure. En in een wizard kun je met volgende, 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 kun je eigenlijk alle standaardwaarden overnemen. Eén puntje. Stel dat jij applicaties wilt gaan maken met Visual Studio Code, dan moet je toch Android Studio downloaden. Want daarin zitten allerlei libraries en SDK's en die heeft Flutter nodig om Android-apps te kunnen maken. Doe dat dus. Zelfs als je niet gebruik gaat maken van de editor. Als je een andere editor wilt gaan gebruiken. Je kunt het ook met de hand downloaden en installeren, al die losse SDK's. Maar dat beveel ik niet aan. Dat is nogal gedoe. Dus ik wil hier eigenlijk een Android Virtual Device, een emulator, wil ik installeren en Android Studio. Klik op Next en je zag dat het bijna 3 gigabyte aan ruimte inneemt. Het zijn geen kleine tools. Ook als je op een Mac werkt met Xcode moet je dan installeren. En Android Studio. Ja, als je Mac-applicaties en iOS-applicaties wilt maken, heb je beide tools nodig. Dan ben je zomaar 5 of 10 gigabyte verder voordat je een appje kunt maken. Dus zorg ervoor dat je voldoende vrije schijfruimte hebt. Nou, dit loopt gelukkig aardig vlot door. En dan kunnen we de installatie afsluiten en direct starten. En dat direct starten is toch wel belangrijk, omdat Android Studio, wat hier staat, ik heb nog niks geïnstalleerd, dus ik heb geen andere settings die ik wil importeren. Klik gewoon op OK. Oh ja, want je hebt nog een aantal Flutter plugins nodig om goed met Android Studio te kunnen werken. Dus ja, dit is allemaal prima. Next en ik kies de standaard installatie. Ik hou van een licht thema. Misschien hou jij meer van een dark theme. Ik ben meer van de lichte thema's. Dus klik op Next. En dit zijn eigenlijk ja, de SDK's en de libraries die op dit moment zijn geïnstalleerd. Dus ik klik op Finish. Dan worden die SDK's opgehaald en die worden voor dit systeem, dus je ziet al hier een emulator Windows wordt nu opgehaald, die worden voor dit systeem worden ze geïnstalleerd. Dus ook dit proces wachten we weer even af. Je hebt behoorlijk wat vrije tijd nodig voordat je met Flutter-applicaties aan de slag kunt. Nou, uiteindelijk is de installatie klaar en geslaagd. Het duurde wel even. Je kunt met Finish kun je de installatie afsluiten en dan nog niet een nieuw project gaan maken. Waar je nu op moet gaan letten is dat je eerst de Flutter plugins en de Dart plugins in Android Studio gaat installeren. Dat doe je door op Configure te klikken en dan te kiezen voor plugins. En dan kun je zoeken op het trefwoord Flutter. Dus dat is de Flutter plugin voor Android Studio. Die voegt namelijk een aantal templates toe aan Android Studio, waardoor het makkelijk is om, ja, om nieuwe applicaties te beginnen. He, dus de Dart plugin, dat is een dependency, een afhankelijkheid, die wordt ook geïnstalleerd. En op dat moment kan ik zeggen restart, dus start opnieuw mijn IDE. En dan restart ik hem en dan zul je zien dat het mogelijk is om een nieuwe Flutter-applicatie te gaan maken. Dat gaan we zo dadelijk doen. Kijk, nu staat deze optie erbij: start een nieuw Flutter-project. En dan heb je ook Dart IntelliSense en dat soort dingen. Eén punt waar je nu ook nog op moet letten is: de installatieprocedure heeft het al gedaan, maar je kunt zeggen van nou, ik wil een nieuwe Android Virtual Device. Ik wil een specifieke emulator wil ik gaan maken. Dus je kunt met de AVD Manager, zie je, hij heeft al een Pixel telefoon die in Amerika wel populair is, heeft hij hieraan toegevoegd. Maar je kunt zeggen van nou, ik wil een Virtual Device wil ik toevoegen. Een telefoon of een tablet of een televisie. Afmeting. Nou, we kiezen hier voor een telefoon en dan kun je zien dat er eigenlijk allerlei definities zijn die je kunt gebruiken en je kunt eventueel nog zelf definities toevoegen. Stel, ik kies een niet al te groot, een Nexus 4 apparaat, een iets oudere procedure toevoegen.
Je kunt hier een bepaalde Android-versie kun je nog kiezen. Nou, ik neem gewoon de nieuwste versie. Betekent trouwens niet dat je niet je Flutter-applicatie op oudere devices kunt testen. Dat kan ook echt, maar hier binnen Android Studio, wat dan de nieuwste SDK gebruikt. En hier kun je eventueel nog een eigen naam opgeven. Ik kies hier een Nexus. Ja, ik hou dezelfde naam hou ik aan. Je kunt zeggen van hoe moet hij beginnen, importerstand of landschapstand. Klik dan op finish en dan zie je dat hij hier is toegevoegd. En zo kun je eventueel de virtual devices kun je ook daadwerkelijk draaien. En dat kun je ook straks vanuit Android Studio kun je dat gaan starten, wat we zullen zien. Maar hier zie je eigenlijk, ik heb deze even genomen, dat is een wat kleiner telefoontje, die past beter op mijn scherm. Dat hier nu gewoon een emulator wordt gestart en Android wordt gestart. En dan zul je zien dat daarin straks eigenlijk gewoon een normale telefoon verschijnt. Je kunt hem hier nog beheren als je dat wilt. En daarop wordt dan dadelijk jouw Flutter applicatie geïnstalleerd. Je ziet dat hier de virtuele telefoon is opgestart. Overigens, als hij op jouw scherm ook heel groot is, je kunt hem gewoon verplaatsen. Je kunt hem gebruiken als een normale telefoon. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik wil hem wat vergroten of verkleinen. Dus dat kan ook op deze manier vergroten en verkleinen. Om te zorgen dat hij precies op het scherm past. Ik sluit hem voor nu even af, maar dan is in ieder geval het image alvast gemaakt. En dan kunnen we straks in Android Studio kunnen we hem sneller opstarten. Dus dit is de Android Virtual Device Manager. Voeg hierin je virtuele telefoons eventueel toe. Nou, een laatste ding wat je nu nog moet uitvoeren als je een echte Android device wilt aankoppelen, is dat je de Google USB driver ook moet toevoegen aan je systeem. Het hangt er een beetje vanaf welke telefoon je hebt, hè, Samsung of Huawei of Sony, die worden allemaal op een iets andere manier herkend. Het is wel goed om die USB driver erin te plaatsen. Dus ook dat kun je doen via de configure mogelijkheid van Android Studio. Klik dan op de SDK manager, dan kom je uit in Android SDK. Dit zijn alle Android platforms die op dit moment zijn geïnstalleerd. Dus je kunt ook specifiek oudere platforms kun je targeten. Hier is een tabbladje, dat heet SDK Tools en daarop staat Google USB Driver. Die is op dit moment nog niet geïnstalleerd, maar klik nu op Apply en dan zegt hij van nou wil je die installeren? Uiteraard wil ik dat. En accepteer de license agreement, dan wordt ook deze USB driver geïnstalleerd. Nu kun je ook je echte telefoons aankoppelen en op die manier je applicaties testen. Ik doe het hier in deze video in de emulator, maar vaak wil je toch ook wel naar een echte Android device toe en dan heb je ook die Google USB driver heb je nodig. Nou, de emulator hebben we al gestart. Installatie voor het web, die stel ik nu even uit. Dat doen we niet. Die is nog in beta, is nog niet helemaal gereed. Dan moet je met Flutter iets anders doen. Je kunt het eventueel zelf doen als je de instructies wilt lezen. Maar nu zijn we er bijna. Want we hebben Git geïnstalleerd. We hebben de Flutter SDK geïnstalleerd. En met Flutter Doctor hebben we gekeken hoe de SDK werd uitgepakt. En welke dingen nog meer moesten worden geïnstalleerd. We hebben het pad aangepast, we hebben Android Studio gedownload en geïnstalleerd en geconfigureerd met plugins. We hebben de virtuele device gemaakt en we hebben de Google USB driver hebben we geïnstalleerd. Dus die stappen hebben we allemaal uitgevoerd. Dat betekent dat we nu een app kunnen gaan maken. Ik kies nu voor de meest eenvoudige basisversie van een app. Dus ik kies hier in het begin start een nieuw Flutter project. Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt Flutter plugins maken die door anderen worden gebruikt. Je kunt packages maken, modules. En ik kies hier voor een nieuwe Flutter applicatie, gewoon de standaard mogelijkheid. Maak een nieuwe Flutter app en ik noem hem eventjes Flutter app _ Peter. De appnamen mogen alleen maar kleine letters hebben, alleen maar underscores, geen cijfers, geen streepjes. Dus je moet deze volgorde moet je handhaven. Het Flutter SDK pad moet je aangeven. Dat doet hij alleen de eerste keer, daarna onthoudt hij het. En in mijn geval was het SRC en dan Flutter. Daar staat hij. Dit is mijn projectlocatie. Nou, ik kies in mijn geval even mijn desktop om te laten zien dat ik op het bureaublad ga maken. En je kunt hier eventueel een omschrijving opgeven.
Dit laat ik nu even voor wat het is. Wat je ook moet doen is een package naam instellen. Je moet hier een domein opgeven. Als je geen domein hebt, dan kun je hier gewoon com.example laten staan. En dit is de naam waaronder jouw applicatie bekend is. En die moet uniek zijn. Dat komt omdat, stel dat je later je app in de App Store wilt publiceren. Dan moet je daar een unieke naam aan geven. Zodat jouw app van andere apps onderscheiden kan worden. En dat doe je meestal door jouw eigen domeinnaam in omgekeerde volgorde. Plus je applicatienaam op te geven. Dat is gewoon zo verzonnen een aantal jaar geleden. Dus dit doe ik hier. Ik gebruik com.kastenaar en Flutter App Peter. De naam die ik zojuist op heb gegeven. Deze laat ik gewoon aanstaan. Dan kan die Swift insluiten voor als ik een iOS-versie wil maken van deze applicatie. Maar Android-applicaties werken hier verder prima op Windows. En ook op Mac trouwens. Nu wordt het Flutter-project gemaakt. En ja, wat Android Studio nou eigenlijk maakt is een soort Hello World. Maar dan voor Flutter-applicaties. Nou, en uiteindelijk, nadat het project gemaakt is, kom je hier in Android Studio terecht. En dit is de allereerste keer dat we Android Studio hebben geopend. Dus dan zie je dit What's New panel en eventueel een assistent. Die kun je gewoon sluiten. Er worden een aantal statistieken verzameld. En dit is de applicatie, ja, zoals die gemaakt is, zeg maar de Hello World applicatie van Flutter. En die kun je direct bekijken. Hè, dit is de Dart-code die is gemaakt. Daar lopen we straks nog even kort doorheen. Maar we willen eerst kijken of de applicatie draait. Hier kunnen we de emulators kiezen die we eerder hebben aangemaakt. Dus ik kies bijvoorbeeld mijn Nexus-emulator die al bestaat. En laat ik die eventjes verplaatsen. Zorg dat ze allebei even naast elkaar kunnen staan. En als de emulator is geselecteerd, of je echte device natuurlijk, die zal ook hier in het lijstje verschijnen als je je telefoon hebt aangekoppeld, kun je met de knop Run kun je applicatie direct starten. Ook dit een eerste keer zal dit behoorlijk wat tijd kosten, want dan moet de hele applicatie worden gecompileerd en als APK naar deze telefoon moeten worden verplaatst. Dat kan even wat tijd kosten. Nou, de eerste keer dat je hem gebruikt, vraagt hij of de firewall gebruikt mag worden. Nou, daar staan we uiteraard toe. Je krijgt ook een melding de eerste keer dat Flutter Hot Reload ondersteunt. Dat betekent dat je maar kleine onderdeeltjes van je applicatie die gewijzigd zijn opnieuw hoeft te publiceren. Dus de eerste keer dat de applicatie wordt gestart, ja, dat duurt vrij lang zoals je nu hebt gezien. Maar daarna draait de applicatie en ja, dit is de standaard tekst, Flutter Demo Homepage, die staat ook hier, Flutter Demo Homepage. Dus als je die aanpast, bijvoorbeeld Flutter applicatie en je saved hem, dan zie je dat de applicatie opnieuw wordt gecompileerd en hij wordt ogenblikkelijk getoond op de virtuele machine of op je eigen telefoon als je die hebt aangekoppeld. Er zit ook een stukje logica in. Als je op de plusknop klikt, dan zie je dat hier de teller telkens iets wordt opgehoogd. En hier staat een stukje tekst in. You have pushed the button this many times. En ook die kun je aanpassen. Dat is een stuk tekst dat staat hier uiteindelijk genoemd. En in de readme wordt gezegd van nou wijzig het woord pushed in klikt. Dus op het moment dat je hem weer saved, dan zul je zien dat de applicatie gaat reloaden en dat hij is aangepast in de user interface. Dus dit is de wijze waarop je een standaard Hello World applicatie maakt. Nou, wat de meeste mensen doen is deze main.dart code eigenlijk direct verwijderen en vervangen door hun eigen applicatie, hun eigen code. Maar het is wel goed om gewoon die commentaren eens door te lezen om te zien wat er nu eigenlijk gebeurt. In Android Studio kun je met deze tab, het project, kun je bekijken hoe jouw project eruit ziet. Er zijn een heleboel folders aanwezig. Een IDE folder met instellingen voor de gebruikersomgeving. Een Android folder, een build folder, een iOS folder. Maar hier in de lib folder, daar zul je het meeste werk in doorbrengen, de meeste tijd in doorbrengen. Hier staat main.dart, dat is dit bestand. Dus als je die sluit, dan staat hij hier. Dus dat is hem. Hierin kun je eigenlijk je code schrijven en je gaat als het ware widgets schrijven die worden uitgevoerd in je applicatie. Dus dat heb je nu gezien. Het was een hele ruk. Je moet veel installeren. Je moet veel doen voordat je Flutter aan het werk hebt.
Vind je het interessant om daar meer over te weten? Ik heb er een hele blogpost over geschreven. De link vind je in de beschrijving bij deze video. Vind je hem leuk? Klik dan op het duimpje. Wil je er meer over weten? Laat het dan weten in de commentaren. Hè? Wil je meer weten over Flutter? Wil je meer weten over Dart? Of misschien wil je een studie gaan volgen? Nou, neem dan contact op. Dan kan ik je daar altijd bij helpen. En dan kunnen we eventueel nieuwe video's maken en ja, jou helpen bij het leren van Flutter. Superveel succes ermee.